vanaf mijn jeugd zat ik al bij de melkboer, mocht ik de leidsels vasthouden. En dan mocht ik een eindje verder. En toen bij de boer het hooi schudden. Ook met een paard ervoor natuurlijk. Ik ruik het nog heerlijk. Dus die passie is al heel vroeg begonnen. Toen paard gereden, paarden gepoetst, in het buitenland geweest. Om de Franse taal te leren. Daar heb ik de paarden verzorgd. En nog steeds. En nu, later, is dit mijn grote passie geworden. Het boetseren van bekende paarden ook wel. Dit wordt Dream Boy. Een heel bekend dressuurpaard. Een opdracht van de eigenaar. Dus ja, als ik hem nou straks klaar heb en hij komt, dan moet je maar zeggen, het lijkt of het lijkt niet. Ik ben naar een cursus gegaan op aandringen. Maar goed, mijn oudste zusje zei, ga eens mee naar een boetseercursus. Ik zei, nou, boetseercursus. Dus heb ik, zou dat iets voor me zijn? En ik heb het vanaf de eerste avond ontzettend leuk gevonden. En na een aantal jaren, nou misschien 2 jaar zei ik, ik wil graag paarden maken. Paarden maken, kind, dat is zo moeilijk. Ja, ik heb toch doorgezet. En toen heb ik Egano gemaakt met Jos Lansing, want ik was natuurlijk dagelijks op de stal bij mijn zwager Hans Horn. En dat beeld met nog een dressuurruitertje, dat heb ik eigenlijk verkocht. En zo is het balletje gaan rollen. En toen kreeg ik een hele grote opdracht van Paul Schokkemeulen om Dijster te maken. Dijster is een heel bekend springpaard van Paul Schokkemeulen. En dat heb ik levensgroot gemaakt bij voor Paul. En dat staat nu in Mulen. Als ik het nu zie, dus na zeg maar 20 jaar, dan denk ik, oh mijn god, had ik het maar anders gedaan. Ik heb heel veel geleerd van het levensgrote paard. Wat ik nu dus anders zou doen. Maar dat is met iedereen. Zelfs misschien dit beeld, als dit gegoten is, dan dat je zegt van later van, had ik dat nog maar weer iets anders gedaan. Maar het gaat nu echt met hele kleine stukjes. Zo even te opzetten, die knie. Hier, is dat goed? Kan dat nog hoger? Dus wel heel erg leuk. Maar ik ga ook van het een naar het ander eigenlijk. Ik heb nou een beetje hier dat oor gedaan. Ja, oké, dan moet dan weer nog iets anders. En dan kijk ik nog eens naar iets anders. De klootschieter. Dat is ook een opdracht eigenlijk. 100-jarig bestaan van een vereniging. Het zijn niet helemaal mijn figuren, maar toch ook wel leuk weer om te doen voor die mensen. Dit is ook de kalkoen. Voor iemand uit Lingen, een dierenarts. Het wordt dus in delen gegoten. Dit gaat eraf, dit gaat eraf. Ik denk de vleugels. En dan worden er mallen opgezet. En dan weer gietwasmallen. Tot uiteindelijk het brons erin gegoten kan worden. Ik heb ook een galerie in Noordmarsum. Ben ik natuurlijk ook. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Nee, ik ben gek. Kunstenaar, nee. Kunstenaar zijn is wat anders. Dat weet ik niet. Je zou een paard moeten maken die nog niemand gemaakt heeft. En dan zeggen ze, dan behoor je tot de kunstenaars. Ja, ja. Daar ben ik, nee, dat kan ik nog niet. Nee, kunstenaars. Dat is een groot woord. Erik Klaus, die giet ook bij Stijlaard. Hij woont in Broek in Waterland en ik vind zijn beelden, ja, fantastisch. Dus ik
heb zelf twee beelden van hem. Buiten staat een beeld. En in 1975 heeft Erik ook heel veel paarden gemaakt. Maar allemaal abstract. Maar Erik heeft zijn, ja, zijn eigen vormen. Maar ik ben hier altijd aan het werk. Dus ik ben met dit bezig. Ja. Met de ezel. Ik maak nou, hoe heet die ook alweer? Frits. Een liggende tikkel. Ja, wil ik ook nog een beetje lang maken. Maar ik, ja, ik vind het wel leuk. En dat is voor men is dat ook leuk. De mensen die hier komen, die zeggen, goh, hoe is dat? Hoe begin je? Ik zeg, nou, zo begin ik met het armatuur. En dan maak ik het paardje. En dan gaat het naar de bronsgieter. En die maakt er een gietwasmodel van. En een mal. Kijk, dit is wel kunst. Dan nu behoor ik tot de kunstenaars. Dit is Charlie.